Jullie hebben natuurlijk de afgelopen 4 jaar samengewerkt als partijen. Ja. Dus zitten met de coalitie hier aan tafel. Jasmine, wat is volgens jou het grootste succes wat jullie de afgelopen 4 jaar op dit thema hebben behaald? Dus waarvan je zegt, ja, dit hebben wij voor elkaar gekregen de afgelopen 4 jaar. En ik denk dat dat een verbetering is voor deze positie van deze mensen. In alle eerlijkheid denk ik überhaupt de zichtbaarheid van deze groep. Het was eerst gewoon een vergeten groep. Het kwam helemaal niet voor in beleid. We hadden het helemaal niet over deze groep. En ik heb dan nog het geluk of ongeluk dat ik net zeg maar, de vorige periode nog een stukje heb meegekregen. Maar je ziet eigenlijk pas dat onder dit college, dat in ons coalitieakkoord, hè, dat het wordt benoemd, dat we het met elkaar hebben gezegd, we moeten beleid gaan maken voor deze groep. En ik denk dat oprecht, dat is... En dat is niet iets waar je zegt, nou, waar heeft deze groep nou direct iets aan? Maar het feit überhaupt dat je beleid kan maken voor deze groep, omdat je het erkent dat ze er zijn en dat we er iets mee willen. Dat is volgens mij echt de grootste winst die we de afgelopen collegeperiode hebben behaald met zo. En we zijn er nog lang niet, want het moet zich echt wel vertalen. Maar zoals dat ik zeg, de vaccinatie, zoals ik zeg, hiervoor was dat gewoon niet bedacht. Ja. En dat is nu wel. En ik denk dat dat de grootste winst is, dat het überhaupt... En het klinkt heel stom en het klinkt ook dat je denkt, ja, hoezo is dat überhaupt niet bedacht? Maar ik kan je vertellen dat na 4 jaar raadslidmaatschap, dat er heel veel onderwerpen zijn waarvan je denkt, hoezo is dit niet eerder bedacht? Nee, maar het viel me dan wel op als ik naar de conceptplannen van D66 voor de komende 4 jaar kijk, die op jullie website staan, dat daar het woord ongedocumenteerde helemaal niet in voorkomt. In ons verkiezingsprogramma wel. Maar nog niet, dus uiteindelijk wel. Ja. Ja, in ons verkiezingsprogramma wel. Dus sterker nog, daar heb ik zelf een stukje mee geschreven. Mm-hmm. Dus daardoor weet ik het. Ja. Maar, ik denk als je kijkt, laat ik in ieder geval voor mezelf spreken. Als je kijkt naar de afgelopen periode, ook gewoon als woord voor de zorg, is daar echt wel meerdere malen aandacht voor gevraagd. Dus, ja. Dus ik zou ook mezelf, maar ook D66 tekort doen als ik zeg dat we er niks mee hebben gedaan. Oké, okay, ja. Dus die blijft op de kaart, ja, voor de komende 4 jaar. Johnny, wat heb jij gemerkt? Jij bent natuurlijk heel nauw betrokken met deze doelgroep, die zie je elke week. Ja. Als jij nadenkt over de afgelopen 4 jaar, heb je dan het idee dat de gemeente zichtbaar in beeld heeft gekregen en iets voor deze groep heeft kunnen betekenen? Nou, ik ben helaas niet met u eens dat het... Nee, het is helaas niet... Het is helaas niet dat geweest wat u zegt. Want die groep blijft nog steeds onder de radar. En het probleem is... Je zei ook goed van... Dat deze groep... nu met de vaccinatie, daar moesten we echt... Dat zijn andere mensen, het kwam niet vanuit de gemeente. Dat zijn echt andere mensen die moesten duwen en trekken, zodat deze mensen gevaccineerd werden. En zelf dan, hebben we nu te maken, als je nou gaat kijken hoeveel mensen zijn gevaccineerd, dan praten we nu over 10.000 mensen die gevaccineerd zijn. Het probleem is dat we weten dat deze mensen hier in onze stad zijn. We zorgen dat deze mensen ook hier in onze stad blijven. Het probleem is dat we niet met zijn allen voor zorgen dat ze volwaardig meedoen in onze samenleving. Dus ik ben echt benieuwd van, oké, wat staat dan in jullie verkiezingsprogramma? Wat gaan jullie doen de komende 4 jaar?